Dag meneer Stevaert, u staat hier op een misverkiezing. Het slankheidsideaal, wat vindt u daar persoonlijk van? Ik vind dat we daar niet moeten in overdrijven. En in elk geval heb ik de indruk dat hier het probleem niet groot is. Het zijn geen graadmakere vrouwen, zoals vaak naar voren geschoven worden in de mode. U vindt dat zelf niet nodig? Ik vind dat absoluut niet nodig. Mollig kan ook mooi zijn. Dus de magerste vrouwen krijgen van u ook niet de beste punten? Nee, of zo? Absoluut niet. Maar ik ben geen kenner, ik probeer maar te kijken en ik probeer wat af te spreken met andere mensen rond tafel. En ik probeer zo objectief mogelijk te zijn. Dat is niet gemakkelijk als Limburgse gouverneur, maar toch tot nu toe ging het over de voorstelling. En ik probeer mij daaraan aan te houden. Wat ik het belangrijkste vond was nu, en natuurlijk telt het uiterlijk en moet dat ook zwaar doorwegen. Maar je ziet hoe kandidaten soms heel enthousiast de volgende kandidaat aankondigen en die echt steunen. En sommigen doen dat iets minder enthousiast. Die wat dat minder enthousiast doen, die krijgen minder stemmen. Die dat enthousiast doen, die krijgen veel stemmen. Voor meneer Stevaert telt uiterlijk en een iets molligere dame mag ook. Wij houden van meneer Stevaert. Dank u wel voor dit interview. Dank.